Marit Klompen, provincie Overijssel. De Groene Loper, hoe komt dit zo? Ja, de Groene Loper is een initiatief wat al een jaar of 5, 6 geleden denk ik gestart is. Vanuit een programma duurzaamheid. Vanuit dat programma is nagedacht over hoe kunnen we nou bewoners meer betrekken bij allerlei duurzaamheidsthema's. Dan kun je denken aan afval, energie, water, maar ook aan natuur, landschap en biodiversiteit. En daar hebben we eigenlijk gewinkeld bij de buren. In Noord-Brabant was er een aanpak van een Groene Loper. En we zijn daar eens gaan buurten en gaan kijken van, goh, is dat een methode die we ook in Overijssel op onze eigen manier dan in zouden kunnen vullen. En dat heeft geresulteerd in een aanpak voor Overijssel, waarbij we dus op lokaal niveau allerlei groene lopers ondersteunen, zowel financieel als met een kennisnetwerk, om te kijken hoe je allerlei groene bewonersinitiatieven kunt versterken, kunt ondersteunen, met elkaar kunt verbinden en ook tot gezamenlijke acties kunt komen. De reacties van de burgers zijn goed? Ja, je ziet sowieso dat we de wind een beetje in de zeilen hebben. De tijdgeest is er wel zo dat mensen meer oog krijgen voor de groene omgeving. We horen allemaal dat het slecht gaat met de insecten, met de vlinders, met de vogels. Mensen vinden het toch belangrijk om een stukje natuur ook in de eigen omgeving te hebben. Dus zijn bereid om er zelf ook de mouwen voor op te stropen. En ja, je hebt natuurlijk ook altijd mensen die toch het liefst een mooi stukje kortgemaaid gras hebben. Maar dat is voor de vlinders en de bijen en de vogels niet zo interessant. Dan zoek je echt bloemrijke bermen op en er zijn steeds meer mensen die zich daarvoor in willen zetten. Erik van Veluwen, Groene Lopen Almelo. Wat doet de gemeente hiermee? Nou, best veel. De gemeente heeft een aantal jaren geleden het stadslandbouwconvenant ondertekend. Is daar eerst een stap op gezet of een stap verder gezet? En we hebben nu gewoon heel goed contact met zowel op ambtelijk niveau als bestuurlijk niveau. En als een wethouder enthousiast zegt, we willen een voedselbos, ja, dan in de stad. Ja, dat zijn op groen, hè? Nou, dat betekent bijenlinten, acties voor de bijen, NL Doet Dag, daar doet de Groene Loper aan mee. Straten vergroenen, geveltuinen aanleggen. Er gebeurt zoveel. Echt, als je ziet, als je bewoners als gemeente de kans geeft om initiatieven te ontplooien, nestkastjes tegen de eikenprocessierups, stenen uit de straat, operatie Steenbreek. Ja, daar is de gemeente best actief in. Daar hebben ze ook ambtenaren voor die dat helpen, ondersteunen. En ook gewoon mogelijk moeten maken natuurlijk. Hè. Want een stoep moet wel veilig blijven. Dus niet alle tegels eruit, want dan heb je natuurlijk problemen. En as we speak hebben we daar vandaag gewoon met 3 ambtenaren weer een gesprek over. Om dat initiatief wat wij hebben in de buurt, om dat te bekijken en hoe ze dat gewoon ook kunnen inbedden en misschien reproduceren. Dus Almelo staat op groen, letterlijk en figuurlijk. Wordt steeds groener. Ik heb gehoord dat op uw abt de boel ontploft door burgers. Die willen graag meer initiatief. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Ja, we hebben een appgroep in onze straat. Wij doen mee in Almelo met de Groenste Straat van Overijssel. Morgen is de finale. We zijn de laatste van de 9 straatjes die uitgekozen zijn, die meedoen. En eerst merk je dat iedereen zo doet, achteruit, van wat is dat en wat ben je mee bezig, gekke buurman. En nu hebben we gewoon bijna 14 geveltuinen in onze Friese Sveenseweg, waar we wonen. En hebben een buurtapp aangemaakt, dat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt. Nou, dat is fantastisch. Je ziet hoe mensen nu enthousiast zijn. En we krijgen complimenten van iedereen en nog wat. En ja, en daar gaat het om. Hè? Dat is een kleine nudge, heel modern gezegd. Maar dat heeft zoveel resultaten, fantastisch. Dus iedereen appt, weer een tuintje aangelegd en weer dit. Ja, dat is super hoor. Dus echt iets voor heel Almelo? En heel Overijssel.